Dit ben ik. Voor de komende 24 uur zit ik opgesloten in deze gamehal. Samen met mijn vriendin Valerie. Die vindt het altijd zo leuk als ze in het openbaar gefilmd wordt. Het doel van deze video is om te kijken wie de komende 24 uur de meeste sterren kan binnenhalen. En waarom, dat leg ik je straks uit. Het is nu tijd voor wat spelletjes. Welke zullen we eens eerst doen? Die heel veel geluid maakt. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Wie spel wint, krijgt een ster. Eerst twee potjes tegen elkaar. Jij mag als eerst. Ik weet niet wat het is. Ik kan het niet zo goed. Volgens mij moet je iets van dansen of zo. En bij ons eerste spel is het de bedoeling om zo goed mogelijk op de maat te drukken. Gelukkig ben ik een echte gamer, dus dit mag geen verrassing opleveren. Doe maar even simpel, ja? Ja, oké, dan gaan we kijken wie het hoogste kan scoren. En het is nu aan Valerie om de wedstrijd af te trappen. De 24 uur zijn begonnen. Eerste game, daar gaan we. Dat gaat al goed. Jane ging net weg, Valerie. Wat een irritante gozer. Ik zal maar heel de dag met hem spelletjes moeten spelen. Maakt het nog uit welke je gebruikt? 610.000. Nu staat mij dus om dat te gaan verbreken. Moet je wel zelf een liedje doen, hè? Ja, ik moet zelf een liedje. Je had 610.000, hè? Ik had vroeger Guitar Hero. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Met het zelfvertrouwen zit het in ieder geval wel goed. Komt-ie. Jingle Bells Trends. Gaat helemaal niet op de beat, volgens mij. Ik wil dat je over me heen gaat, want je hebt af kunnen kijken bij mij. Ja, ja. Hoppa. Erop en erover. Deze ster. De eerste ster van velen. Gaat naar mij 704.000. Babam, jongen. Je hebt af kunnen kijken. Smoesjes. Nee. Waarom sluiten wij ons vrijwillig op om voor de komende 24 uur spelletjes tegen elkaar te spelen? Dat komt omdat ik vandaag iets wil bewijzen. Ik heb namelijk wat iedereen altijd heeft. Ik kan niet zo supergoed tegen mijn verlies. En toen ik kind was, had ik dit nog veel erger. Onze Monopoly-middagen eindigde altijd met dit. Of dit. En soms dit. Maar nu ben ik ouder, een stuk wijzer en kan ik gewoon een stuk beter tegen mijn verlies. En dat ga ik bewijzen door 24 uur lang spelletjes te spelen. En waar kan het beter dan hier? Dit is het Arcade Hotel in Amsterdam. En deze plek is er speciaal voor gamefans die zich met alle liefde 24 uur op willen sluiten. Dit is namelijk de enige plek in Nederland waar je letterlijk 24 uur per dag spelletjes kan spelen. Het is hier echt bizar veel, je kijkt je ogen uit. Ze hebben hier echt alles wat je maar kunt bedenken op het gebied van gamen. En deze video is niet eens gesponsord. Dit is gewoon een droomplek. We nemen je even mee op een snelle tour van wat ze hier allemaal hebben. Dit is de lobby en die staat vol met dit soort tafels. Ze hebben hier Pac-Man en Bomb Jack. De gaming PC room met echt overal alleen maar gaming PC's. En dit is de retro gaming hoek waar je verschillende retro spelcomputers hebt staan. Zoals de Nintendo 64. En dit ding ken ik niet eens. De game muur vol met games. Daarover straks meer. Nog een gamehoek met de PS5 en de nieuwste Xbox. En je hebt het buitenterras waar je ook spelletjes kan spelen zoals real life schaken en een jeu de boule baan. En dat allemaal in één hotel. Bizar. En verder staat het hele hotel vol met comics, games, series, als een kind in de snoepwit. En dat is nog niet alles. Wacht maar tot je straks de kamer te zien krijgt. Maar eerst nog even terug naar de arcadehal, waar je de hele dag toegang tot krijgt. Want daar staat Valerie inmiddels klaar voor het volgende spel. Finkel Fight? Final Fight. Ik kan niet zo goed lezen. Zo, wie wilde je zijn? Kai, Cody of Hagger. Bij dit spel is het de bedoeling om zoveel mogelijk boeven in elkaar te beuken. Daarmee verdien je punten. En degene met de meeste punten verdient een ster. Ik wil wel Cody zijn. Dan ben ik wel voor Guy. Zijn we al begonnen? Geen idee. Volgens mij wel. Hier, bam. Oh. Ja, dat is een slimme truc van Valerie. Zo, bam. Ik ben echt een mes daar. Ik wil die pakken. Maar dan mogen we elkaar ook niet te veel slaan. Oh. Hop, round 1 clear. Lekker. Op naar ronde 2. Oh, je bent heel zwaard. Ja, fijn. Oh, ik word even in elkaar getimmerd. Je hebt al veel meer punten dan ik. En dit maakt me toch een stukje fanatieker. Ik heb het. Ik heb centjes gepakt. Bam, 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 bam. Zo, zeg maar, oké. Auw. Ik ben alleen maar mij geslaagd. En toen ineens beseften we weer dat we natuurlijk tegen elkaar aan het spelen waren. Wat nou? Ja. Je kunt ook winnen. Jij gaat alleen maar mee in de slag. Nee, ik deed dat niet. En ook al deed ik nog zo mijn best, er kan er maar één de winnaar zijn. Ik ben dood. Oké, dus nu hangt het alleen nog van mij af. Je kan over 4 seconden weer door, maar dan moet ik het wel over... Oh, we leven niet meer. Maar wie heeft er nou gewonnen? Jij hebt gewonnen. Je had meer punten dan ik. En daarmee heeft Valerie haar eerste ster binnen. En de teleurstelling is zichtbaar op mijn gezicht. Dit doet wel wat met me, merk ik. We zijn nu echt begonnen. De game is om. Ik heb toch bloed, ik ga het even mijn trui aan doen. Welk spel spelen we? Het gaat erom wie hier de hoogste heeft. De highscore is 7650. Nou, dan ben je best dichtbij eigenlijk wel. Hij liep vals. Nu is mijn beurt. Oké, okay. Spanning en sensatie. Oh. Ja, wat is dit nou? Hij slaat gewoon... 3300, wel hoger dan jou.
Sterretje voor mij. Door naar de volgende. Gaan we het Simpsons spel spelen? Ik ben niet beter in dan ik. Nee, die vechtspelletjes. Wat deed ik toen wel altijd op de PlayStation? Ik heb nu nog 0 leven, Zina. Ook niet handig. Ik ben klaar. Ik ben dood. Stik dat jij hebt gewonnen. En hoe voel je met deze overwinning? Ja, goed. Ik weet wel één ding zeker. Valerie is een stuk beter in vechtspelletjes. Dus daar ga ik het nog heel moeilijk mee krijgen. We speelden nog even door. Hoppa! Boom! Ik won Tekken World Cup 1985. Hoppa! En Valerie won Taiko no Tatsujin. Ben je blij? Ja. Op naar het Terminator spel. Dat is vet. Dat is mijn spel, jongen. Bam, 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 bam. Ik won nog Terminator 2, Judgment Day. Terminator is geslaagd. Maar daarna was het even tijd voor een time-out. I'll be back. Want als je het spelen in de arcade zat bent, kun je altijd even terugtrekken van het gamen in je eigen kamer. Bloed, hey, daar. Oh. Althans, dat denk je. Maar hey, ik sta nog voor met de sterren. Of sta jij voor? Volgens mij niet hoor, Perry. Volgens mij ben jij het liegen tegen je fans. Want naast dat ik niet ontsnap aan de wedstrijd met Valerie, is het ook niet een gewone hotelkamer. Want ik zag jullie natuurlijk allemaal weer kijken en commenten van ja, zo kan ik het ook 24 uur overnacht. Kan lekker in je kamer als je het zat bent. Maar nee. Dat gaat dus niet op. Elke kamer in dit hotel is ingericht als gamekamer. Ik geef jullie nu even een room tour. Wij slapen natuurlijk in de VIP-suite, dus dit is het mooie bad in de kamer. Een gezellige, maar knusse badkamer. De douche, inclusief regendouche. Even kijken, die lichtjes. Die kun je zo helemaal verstellen. Dat is wel nice. Hier heb je dus nog zo'n knop. En daarmee bedien je dus het kroonstuk van deze kamer. Dit is de game setup. In elke kamer staan 2 retro consoles waar je gewoon mee kunt spelen. Hier bijvoorbeeld de Xbox 360 en de PlayStation 1. En er staat ook nog gewoon een PS4 en een Switch. En dit hotel heeft echt rekening gehouden met gamers, want... Dit staat er ook. Dat is vrij specifiek. But hey, you gotta do what you gotta do. We hebben even uitgerust en nu gaan we weer door met gamen. We gaan door naar de lobby, want daar staan ook heel veel spelletjes op ons te wachten. Zullen we dit eens proberen? Kan je dat tegen elkaar spelen? Op deze tafel speel je dus Pac-Man. Letterlijk, want de tafel is Pac-Man. Dus naast dat je hierop kan eten, kun je ook meteen gamen. Dat doet hij bij mij ook. En omdat er aan beide kanten joysticks zitten, is dit een ideale manier om samen te spelen. Kijk, nu ben ik. Wat is dit een geweldige uitvinding. Zou ik zo'n tafel thuis nemen? Dit is duidelijk onze favoriet van het arcade hotel. En omdat Valerie nog nooit Pac-Man heeft gespeeld, spelen we eerst een oefenpotje. Als je die dingen hebt, dan kan je ze opeten. Ja, bereid je maar voor, want dit kan er wel eens heel erg fanatiek aan toe gaan. Ah, naar boven. En zie je dit? Zie je dit? Dit is precies wat er altijd gebeurt. Kijk, een mens die niet goed tegen zijn verlies kan, maakt gebruik van 3 technieken. En met die technieken kunnen ze verbergen dat ze niet goed tegen hun verlies kunnen. En één daarvan is het beweren dat het aan het spel ligt. Ik moest naar boven. Een tweede manier is voordat het spel is begonnen, aangeven dat je ergens niet goed in bent. Ik kan het niet zo goed. Zo probeer je net te doen of het helemaal niet uitmaakt als je verliest. En de laatste manier is misschien wel de ergste. Dat is namelijk de regels zo veranderen dat ze alleen nog in jouw voordeel werken. Je zou het zelfs een beetje valspelen kunnen noemen. En dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat zou kunnen betekenen dat ik misschien toch iets beter tegen mijn verlies kan dan vroeger. Oké, terug naar Pac-Man, waar Valerie klaar staat om een poging te wagen voor de felbegeerde ster. Oké, dat is een spannend spel. Valerie kan het namelijk stiekem veel beter dan ze had gedacht. Goed. Oh, wat een escape. Wat een escape. Oeh. Met Pac-Man heb je dus 3 levens. 3 levens om een highscore te halen. En je kunt dus de highscore zien van het hele hotel. De allerhoogste highscore staat op het moment op 11.950. Dus het was ons doel om zo dicht mogelijk bij deze highscore te komen. Alleen ben ik dan weer minder goed in Pac-Man dan ik had gedacht. Hij doet het niet. Oh. Mijn eerste 2 levens was ik namelijk zo kwijt, terwijl ik me hier zo op had verheugd. Valerie daarentegen ging hartstikke goed van start. Zij haalde in totaal in 3 levens 9750 punten. Dat scheelt maar 2000 met de officiële highscore van het hotel. Dus om nu nog een ster te kunnen winnen, moest ik het onmogelijke doen. En bijna de topscore evenaren. Oké, tijd voor focus. En weg is die. En weg is die. Hop. Ik kreeg de smaak langzaam te pakken en had het spelletje eindelijk door. Die kant op als een malle, ja, dat gaat hij halen. Zo goed dat ik een bizar aantal punten binnenhaalde. Oké, highscore is 11.950. En ik zit op 11.250. Dus ik hoef nog maar een heel klein beetje en ik ga hem halen. Ik ga de highscore halen. Bijna. Ik kan nu even focus blijven. 25. Ik hoef hem alleen maar af te maken. Maar net toen ik dacht dat ik hem had gehaald... 200 punten. Oh. En ondanks dat ik wel een ster had gewonnen, baalde ik als een stekker. Het is echt zonde dat ik die ene leven helemaal verpest. Ik was zo dicht bij de officiële highscore. Ik ben er nu klaar mee. Dat is nog eens goed tegen je verlies kunnen. Maar ik ben gebrand op mijn revanche. Pac-Man, I'll be back. Tijd voor het volgende spel. En dit is een echte klassieker. Namelijk Pokémon Stadium op de Nintendo 64.
En als je mij een beetje kent, weet je dat ik echt een enorme fan ben van Pokémon. Zo. Dus deze ster is sowieso van mij. Kijk deze dan, jongens. Kennen jullie dit nog, zeg hé? Bij Pokémon Stadium is het de bedoeling om je tegenstander te verslaan. En Valerie en ik krijgen beide drie random Pokémon waar we het mee moeten doen. Degene die alle drie de Pokémon van de tegenstander neerhaalt, die wint. Ah, is battle. En ik heb bijna elke Pokémon game die er bestaat gespeeld. Geen Fairy type, dan werkt Psychic niet. Dus dit moet voor mij een eitje worden. Maar kennis zegt blijkbaar niet altijd alles bij Pokémon. Want Valerie maakt het mij heel moeilijk met de Psyduck. Ja, dan moet ik echt helemaal niet handen. Oh, is er ook nog. En daar ging mijn Charmander. Oké, jongens, het ziet er niet goed voor me uit. Volgens mij is Valerie dus aan het winnen. Hoe lang is dit ding Frozen Solid? De andere Pokémon gaat eruit. Nog een keer Ice Beam, maar die gaat hij nog niet dood aan. En ook Clefairy ging knock-out. Ik heb nog maar één Pokémon. En Valerie had er nog drie. Maar ook met Sandshrew ging ik het niet winnen. Oh, ik ben klaar. Het is klaar. Valerie wint Pokémon Stadium van mij. Eén Pokémon, alle drie nog. Zij doen de GOAT. De GOAT, Frederik, deze heb je verdiend. Ben je niet ook gewoon een beetje trots op mij? Ja, maar ook niet. Ik ben helemaal niet trots. Ik ben teleurgesteld. En dat betekent dat Valerie weer een ster verdient en dat het momenteel 5-4 staat. Gelukkig nog wel in het voordeel van mij. Oké, Valerie, welk spel gaan we nu spelen? Iets op de bus. Oké, ze hebben hier dus ook een PlayStation 5. Het is tijd voor een heel spannend potje vechten. En waar ben je goed in, Valerie? Vechten. Vechten. We gaan even tegen elkaar vechten. Tekken 7. Voor de kennis, Tekken is vechten. Oké, wie wil je zijn? Nou, je kan bijna niemand anders zijn dan King. King met zijn pantenpak. Ik ben lekker Katarina. Zo, lekker wijf. En dit is slim, want Valerie maakt hier goed gebruik van de afleidingstechniek. Want ondertussen is het spel gewoon begonnen. Oh, ja, rustig, rustig, schat. Ik kan toch niet. Ik moet nog de camera neerzetten. Zo, nu ben ik los. Okay. Bij Tekken gaat het om beste uit 3. En ik heb nu de eerste dus al verloren. Dat is een heerlijk tip. Ik zal rustig die camera neerzetten. Tijd voor ronde 2. Zo, even achtergrond hier. Zo, bam. KO. Maar ik win gelukkig snel voor 1-1. Final round. Zo, man, gelijk een trap in je gezicht. Wat is dit, joh? Wat? Zo, dat ga ik niet redden. Jij krijgt een ster, schat. En dat betekent 5-5 in de sterrenstand. Valerie is bezig met een comeback om van te dromen. Letterlijk. Want het is inmiddels al ruim 12 uur 's nachts geweest. Dus wij besluiten om terug te gaan naar onze kamer. Wij gaan even knock-out game over. Lekker slaan. Tijd voor ontbijt. En weet je wat nou het mooie is aan dit hotel? Ik haal 's ochtends vroeg mijn ontbijtje. Precies how we like it. En nog voor ik begin met eten, loop ik naar de ontzettende muur vol met games. Ik zoek 2 van mijn favoriete spellen uit voor de consoles die ik in mijn kamer heb staan. En ik begin mijn dag heerlijk. Dit hotel moet je heen. Met een ontbijtje op bed en een paar bordjes Mortal Kombat 7! Maar even eerlijk, hoe chill is dit hotel? Hier wil je toch nooit meer weg? Na het ontbijt is het tijd om ons op te frissen onder de koele regendouche. En we maken ons op voor alweer ons laatste spel. Dit is ook nog eens het belangrijkste spel. Want degene die dit wint, gaat dus met de meeste sterren naar huis. En wint dus de video. Er hangt dus veel van af. En na een lekker frisse douche is het nu tijd voor Mario Superstar. Mario Party. Bij Mario Party Superstars is het de bedoeling om zoveel mogelijk sterren te verzamelen. Ja, dat is leuk bedacht, hè? Valerie en ik hebben dit spel altijd thuis. En nagenoeg altijd win ik. Ik win altijd, maar dan daarna worden sterren nogmaals verdeeld en dan niet meer. En die sterren verzamel je door onder andere minigames te winnen. Maar dit gaat niet zonder een beetje dwars liggen van de tegenpartij. Ja, dat zijn zo hard weg. Eerste minigame voor mij. In totaal speel je een flink aantal minigames, waarvan sommige beter gaan dan andere. Ja, joh. Oeh. Ik speel dit. En tijdens deze minigames hou ik 2 sterren binnen. Ja. Oeh. Ja, ja, ja. Hij heeft gewoon een ster gekregen. Maar Valerie ook. Ik won voor de team. Voor de win. Dus de spanning liep hoog op, kun je je voorstellen. Donkey, doe jij ook nog wat? Ja, heb ik al gewonnen? Ja. Tuurlijk. Dus. Maar aan het eind van het spel worden de meeste sterren uitgedeeld. En dit is dus voor ons ook heel erg spannend. Oh, die krijg ik, denk ik. Want wie gaat er met de winst naar huis? Denk ik. Ik heb wel veel pakken. En mag ze zelf kronen tot kampioen van het Arcade Hotel. Ja.
Daarmee wint Valerie ook de laatste ster en kroont zij zich tot arcade queen van het hotel. En na bijna 24 uur en heel veel spellen komt zij als winnaar uit de bus en kan ik niets anders zijn dan trots. Je merkt aan alles dat ik ouder ben geworden en dat ik nu veel beter tegen mijn verlies kan dan vroeger. En ook al heb ik smoesjes gebruikt door te zeggen dat ik ergens niet goed in ben. Ik kan het niet zo goed. En ook al heb ik gezegd dat het niet aan mij lag, maar aan het spel. Ja, wat is dit nou? Hij slaat gewoon... Ik heb tenminste niet de regels van het spel zo veranderd, zodat ik toch nog kan winnen. Dat heb ik niet gedaan. Toch? Toch? We gaan dus het volgende doen. We gaan nog één keer de highscore van Pac-Man proberen te verbreken. Ik denk degene die die haalt, die haalt oneindig veel sterren. Oké. Tijd om te beginnen. Het doel, de highscore van 11.950 verbeteren. En degene die die highscore verbreekt, mag zich voor altijd officieel champion of the Arcade Hotel noemen. En haalt oneindig veel sterren. En Valerie gaat goed van start. Heel goed zelfs. Valerie gaat hartstikke lekker. Ze zet een hele sterke eerste ronde neer van 3800 punten. Daarna is het aan mij de beurt om hier overheen te gaan. Oké, okay, topscore. Hier gaan we komen, jongens. En dit lukt me. Met maar liefst 4000 punten. Maar elke ronde wordt het spel moeilijker. En dat merkt Valerie ook. Toch heeft Valerie na 2 van de 3 levens een hele mooie score behaald van 7900 punten. Ze staat het dus goed voor om de highscore te bereiken. En nu moet ik weer in achtervolging. Oké, 4000. Nog maar weinig te gaan. De spanning is om te snijden. De druk wordt steeds hoger. Nee. Ah, moest naar boven. Ik maakte een hele grote fout. En deze kan me duur komen te staan. Na deze ronde sta ik namelijk op 5000 punten. Dat is naar boven, dat is zonde. Dat is een duur leventje. En dit maakt het haast onmogelijk om die van Valerie ooit nog in te halen. Laat staan die highscore te verbreken. Valerie gaat op voor haar laatste ronde. En ook daarin doet ze het supergoed. Goed. Ze komt op een puntentotaal van maar liefst 10.240 punten. Ik heb wel bij de highscore. Maar ik luisterde al niet meer. Ik was gefocust op maar één doel. Het verbreken van die highscore. Ook al was er een wonder nodig om deze nog te kunnen behalen. Ik ga nu op C spelen. Kijk, hij gaat het doen. Oh, ik word te overmoedig. 36. Ik hoef nog aan 300. Dan heb ik hem. Dit gaat goed. 89. Ja, ik heb hem. Ik heb de highscore. Boom. Je stort er ook gelijk mee. Nee, hij ging dood. Ik kon er niks aan doen. Valerie had het superleuk gedaan. Maar niemand kan tippen aan de enige echte kampioen. Champion of the Arcade Hotel. Happy merch. Dit was toch die gast die zei dat hij tegenwoordig een stuk beter tegen zijn verlies kon? Nou, ik denk dat sommigen het gewoon nooit gaan leren. Zorg jij in ieder geval even dat je abonneert en dan krijg je van mij oneindig veel sterren. En kijk ook eens een van de andere video's die ik heb gemaakt. Dat zou ik super vet vinden. Jongens, tot de volgende.